dit is echt prachtig zeg. Weet je wat ik zo bijzonder vind? Dat deze helft eigenlijk precies hetzelfde is als die helft. Lijkt wel gespiegeld. Ja, maar dat is het ook. Want wist je dat vlindervleugels symmetrisch zijn? Dus alles wat ze aan deze kant hebben, hebben ze ook exact aan de andere kant. Dat is het woord symmetrisch. Dat zocht ik inderdaad. Maar hij heeft natuurlijk wel elke dag hetzelfde pakje aan. En ik doe wel eens andere kleren aan. Maar hij heeft natuurlijk altijd maar dezelfde vleugels. Dat is waar. Kunnen wij anders een nieuw pakje voor hem verzinnen? Nou, ik denk het wel. Ik denk dat wij dat kunnen. Ik denk dat wij een nieuwe vlinder kunnen knutselen. Hey, ik laat jullie zien zo hoe we dat kunnen doen. Een nieuw pakje voor vlinder waar hij wel heel erg blij mee kan zijn. Oh, ja. Ik weet zeker dat hij dat leuk vindt. Nou, gaan we dat zo laten zien. Oké? Yes. Zo, nou, wij gaan een nieuw pakje voor vlinder maken. En ik ga jullie alvast het eindresultaat laten zien van hoe onze vlinder eruit komt te zien. Nou, kijk eens. Wauw, dat is hem. En zie je dat ik hem ook zelfs kan laten bewegen als een echte vlinder? En je ziet dat de kleuren inderdaad heel mooi in elkaar zijn overgelopen. Het lijkt wel alsof de kleuren als een regenboog in elkaar smelten. Nou, hoe we dat kunnen doen? Dat ga ik jullie uitleggen. Wat heb je daarvoor nodig voor zo'n mooie regenboogvlinder? Allereerst heb je nodig koffiezetfilters van die ouderwetse. Even voor de juffen en meesters. Deze koffiefilters zijn alleen maar bij de Boni verkrijgbaar. Alleen maar bij de Boni. Dus hollen naar de Boni supermarkt. En deze filters gaan we openknippen. Dat doen we aan de zijkanten. De zijkanten waar het ribbeltje zit, dat gaan we eraf knippen. Nou, dat ga ik even doen. En ook aan de andere kant knippen we een klein strookje eraf. Want daardoor kunnen zo meteen de vleugels opengevouwen worden. Want anders zouden ze op elkaar zitten. Zo. Strookjes weg. Kijk. Nou. Wauw. Begin is er, hè? Ja. Hey, wat nou heel erg leuk is om te doen, is om deze vlinder samen te maken. Want we zeiden al, vlinders zijn symmetrisch, aan beide kanten gelijk. Dus zullen wij deze vlinder proberen symmetrisch te maken? Ja, zeker. Oké, dan ga ik aan deze kant kleuren. En doe jij dan deze kant? Ja. Gaan we doen. Wat je nodig hebt. Een gewoon pakje stiften. Gewone viltstiften, hoeft niets bijzonders mee te zijn. En kleur maar. Oké. Voor deze opdracht moet je dus goed in de gaten houden wat de ander ook doet. Want anders wordt hij niet symmetrisch. Dus je moet een beetje samenwerken voor deze opdracht. Nou, nu zit hij aan beide kanten in een paars pakje. Zie je dat? Aan die kant evenveel als aan die kant. Gaan we verder. Nou, kijk eens aan. Onze vlinder is af. Althans, het kleuren is klaar. Maar nu begint het leuke werk. Want wij mogen deze vlinder nat gaan spuiten. Oeh. Jawel, nat spuiten. Hey, en doe dat wel als je in de klas een aanrecht hebt. Of een klein keukentje. Doe het dan even op het aanrechtblad. Want anders wordt de boel natuurlijk heel erg nat. Nou, wij hebben dat hier niet. Dus wat doen wij? We houden hem op de placemat. En zo wordt de tafel niet één groot zwembad. Nou, hey, wat heb je nodig? Een spuitbus met water erin. Meer niet. En dan gaan we kijken wat er gaat gebeuren als we dat spuiten. Komt-ie.
spuiten echt helemaal nat. En dan echt kledderde nat. Wauw! De kleuren lopen in elkaar over. Wauw! Wat wordt die mooi! Kijk nou. En je ziet als het goed is, dat die kleuren inderdaad in elkaar gaan overlopen. Kijk. Ja, ik ga hem omhoog houden. Hij is natuurlijk nu kleddernat. Dus het volgende wat ik ga doen zo meteen. Kijk eens. Die is gaaf, hè? Oh, dit pakje gaat Vlinder heel mooi vinden. Dat denk ik ook inderdaad. Zijn nieuwe pakje. Ja. Hey, maar is deze nu helemaal klaar? Is hij helemaal af? Nee, dat denk ik niet. Nee, hè? Nee, want inderdaad, laten we eens kijken naar mijn vlinder. Zoals je kan zien, heeft mijn vlinder in het midden een lijfje. En een gezichtje als een echte vlinder natuurlijk. Nou, hoe je dat maakt, dat is echt heel eenvoudig. Ik hoef het eigenlijk niet eens voor te doen. Want wat doe je? Je hebt een stuk papier. Ik heb een stukje wit papier, maar het mag ook een gekleurd papiertje zijn. En daar knip je het lijfje van vlinder uit. Misschien wil je hem wel dikker maken, wordt het een hele dikke vlinder. Of misschien wil je hem wel heel lang en dun. Dan mag je het lijfje uitknippen. En met viltstift kan je daarop bijvoorbeeld nog een stukje streepjes steken of stipjes. Hoe je zijn lijfje ook maar wilt laten zijn. En natuurlijk zijn gezichtje, want je ziet ook hoe blij je met zijn pakje is. Dat lijfje plak je op het midden van je vlindervleugels. En als hij helemaal droog is, mag je hem laten vliegen. Wauw. Of misschien wel met draadjes aan het plafond hangen. Ja. Dat je hem over je bed kan hangen. Maar al heerlijk is om er zo lekker mee te gaan vliegen. Over het schoolplein of in de klas. Nou, wij wensen jullie heel veel plezier met het maken van je eigen vlinder. En maak vlinder blij met een nieuw mooi pakje. En dat is leuk om samen te doen zo, hè? Ja, superleuk. Nou, veel plezier gewenst. En tot de volgende keer. Doei.